Lieve YouTubers, hier weer een filmpje van Judith. Ik ga nu een weekendroutine doen. Als ik zaterdag wakker word en dan weer ben opgestaan met hulp van Frans, dan gaan we tanden poetsen en dan ga ik daarna lekker met hem ontbijten. Als ik klaar ben met ontbijt, wat meestal één beschuitje is met vaak wat vleeswaren, dan hebben we daar een kopje thee drinken of kopje koffie drinken we daar allebei bij. En soms een eitje en soms op de zondag een eitje. En daarna ga ik nog even mijn boekje lezen, want ze komen niet altijd heel vroeg op zaterdag. We proberen om 8:10, 8:30. Maar meestal heb ik dan nog een kleine 20 minuutjes om even nog twee hoofdstukjes te lezen uit mijn boek die op tafel ligt. Als ik dat gedaan heb, dan gaat de deurbel een beetje en dan belt de zorg aan. Nou, dan wordt eerst goedemorgen gezegd en daarna worden de spulletjes gepakt voor Franse voeten, want die moet ingesmeerd worden met een crème. En doen ze zijn kettingtje om, die graag om heeft. En als hij klaar is, dan leggen ze mijn bed recht, pakken ze een waslapje voor me en gaan ze in ieder geval, komen ze daarna naar voren lopen om me weer op te halen. Nou, dan gaan we lekker hebben even een 1-op-1 douchemomentje met elkaar. En als ik gedoucht ben, dan moet ik weer even een zetpil krijgen. Dat is voor mijn darmontstekingsziekte. En daarna ga ik weer aangekleed. Zodat ik weer in de rolstoel kom te zitten. Nou, als we dat 's morgens, dat ritueeltje dan weer gehad hebben, dan is Frans meestal naar de markt om zijn boodschapjes te gaan halen en andere boodschappen te gaan doen. En in de tussentijd ga ik dan naar het koffiezetapparaat en daar ga ik dan even een kopje koffie voor mezelf pakken. En ik pak nog wat fruit, wat ik nog wil hebben dan. Meestal is dat een bakje met meloen en dat doe ik zo ongeveer 3 keer of 3 dagen mee. Als ik dat gehad heb, tegen die tijd dat ik dan weer klaar ben of ik zit al achter de computer, en ga dan weer een filmpje bewerken voor jullie. En daarna zet ik hem er weer op. En in die tussentijd is Frans weer thuisgekomen met de boodschappen. En dan ga ik Frans even helpen met alle boodschappen weer uit te pakken. Hij bergt het op en ik geef het aan. En ik pak het uit de tas voor hem. Want dat is ook de afspraak bij ons. Als iemand gaat boodschappen doen, helpt de ander altijd die thuis blijft. Altijd even met het opruimen hier in de woning met de spullen, met de boodschappen. Nou, daarna gaan Frans en ik meestal nog een keer een kopje koffie drinken. We nemen ongeveer 4 kopjes koffie op een dag. En bij de tweede kop koffie nemen we dan meestal iets van of een lekkere koek bij, of gewone koekjes in mijn geval, wat er ook wel eens gedaan wordt. En daarna gaan eigenlijk Frans en ik zo weer achter de computer zitten en ieder onze dingen doen. Bij mij duurt dat niet te lang, want ik heb op een gegeven moment ben ik zo moe in mijn rug en dan moet ik weer even gaan zitten op de stoel. En dan, dan gaan we alweer bijna, dan is het al zo een uurtje of 10:30. Dan blijf ik zitten totdat het eten weer, of de oven weer aangezet moet worden. Dat is om 11:45, 11:50. 10 minuten later gaat ons eten in de oven en wordt het lekker bruin gebakken, om het zomaar te noemen. Heerlijk, we hebben vaak schotels die we zo in de oven kunnen stoppen en die kunnen we ook weer oppeuzelen eigenlijk. Nou, achter me zie je net Frans voorbij lopen, die is ook net weer even weg geweest. En dan hebben we, 's middags hadden we toevallig vorige week een Franse schotel op de zaterdag, dat was heerlijk. Nou, als we dat gedaan hebben, dan ga ik daarna relaxen in de stoel, want dan ben ik echt super moe. Soms ga ik nog even een 30 minuten een spelletje achter de computer doen of kijk mijn spul op Facebook nog even na. Maar meestal ga ik even liggen. En dan is in de loop van de middag, dan drinken we nog een kopje sinaasappelsap.
En een uurtje later nog een kopje thee en Frans nog een kopje koffie. En dan is eigenlijk bijna de middag alweer om. En dan gaan we eigenlijk alweer naar, hoe heet het? Dan is er nog even peperbollen ook nog even in de tussentijd te zien van mijn rusten. Die zijn er dan meestal om, tussen 2:30 en 3:30 of tussen 1 en 2. Het ligt er net aan wanneer dat een beetje komt. Daar kijk ik dan ook graag nog even naar. En dan is het eigenlijk weer bijna klaar om onze medicijndoosjes weer in orde te gaan maken. Dat doen we meestal om 4:30, 5 uur, soms 5 uur, 4:15. Het ligt eraan of de pedicure komt. Nou, in dit geval komt nu zaterdag de pedicure, maar vorige week hadden we die natuurlijk dan niet. En dan zorgen we dan ook, als de pedicure nu komt, dan zorgen we er ook voor dat we weer gegeten hebben. En dan is eigenlijk onze avond daarna eigenlijk alweer om, want dan is het alweer 6:30 als de pedicure weer weg is. En dan doen we even nog rustig aan samen en dan word ik weer naar bed geholpen. Dus dat is alvast in ieder geval iets van de zaterdag wat ik wil vertellen. Nou, de volgende keer vertel ik even nog iets van de zondag en dan plak ik het er bij elkaar aan vast. Dag, lieve YouTubers!